De regering besloot gisteren om ingaande vandaag de COVID-19-maatregelen aan te scherpen. Zo gaat de avondklok nu 2 uren eerder in en wel om 9 uur 's avonds. Onze redactie besloot burgers aan het woord te laten omtrent de verscherping. De meningen verschillen. Nou, ik vind het goed gezien de cijfers. De besmettingen stijgen weer. En zoals we weten, Surinamers zijn mensen die van feesten houden. Is het goed? Ik vind het goed. Nou, ik vind het niet echt een goede idee hoor. 11 uur was beter. Want nu moeten we weer vroeg naar huis en dat is wel een beetje lastig voor mij. Waarom is het lastig voor u? Nou, we zitten in een nieuwjaarsfeer, dus Surinamers zijn gewend eraan. Dus zo vroeg naar huis te gaan is niet echt een goede idee. Maar ja, maar we moeten ook rekening houden als mensen ziek worden, dat is ook een beetje een probleem. Ik vind het vreselijk. Ik bedoel, zeg je, kijk, ik heb juist het idee dat het goed gaat. Weet je, er zijn niet zoveel doden. De besmetting is ook minder geworden. En in plaats, het is al een hele poos van 9 tot 11. Het is al een hele poos geleden. En nu in plaats van juist met de feestdagen, dan moeten we dit nou weer meemaken. Ik vind de regering maakt gewoon een potje van de bevolking hier in Suriname. Dat vind ik, dat is mijn mening. Nou, als je mij vraagt, gezondheid gaat voor. Als de situatie het niet toelaat, dan kunnen we niet anders. U vindt het wel goed dat het terug is gebracht naar neem? Ja, ja, dat is net als wat ik zeg. Nou, feesten kan altijd, maar gezondheid gaat voor. Velen stellen zich op het standpunt dat vanwege de traditie in Suriname om het oude jaar al feestend af te sluiten, velen zich niet zullen houden aan de maatregelen. Wij vroegen dit ook aan de burgers. Het moet wel. Er zijn wel mensen die koppig zijn. Wat ik wil zeggen, ga je feesten, draag je mondkap, probeer een beetje afstand te houden. En was je handen of ontsmet je handen. Niet dat ze de regels zijn overtreden, maar we zitten echt in een nieuwjaarsfeer. Dus we willen een beetje feest vieren. Daar zijn we enkele kant aan gewend. Ja, ze moeten zich eraan houden. Want ik heb nooit eerder gezien dat ze toch op straat gaan. Ze blijven altijd maar gewoon, nou, het is zo en het blijft maar zo. En daarom denk ik dat dit zo gaat blijven doorgaan. Want de Surinamers, die blijven, ze zijn tevreden. Ze blijven gewoon zitten met wat de regering voorstelt. Nou, eerlijk, ik denk het niet. Ik denk dat ze het heel jaar door al binnen zijn gebleven, lockdown hier en daar. Dus ik denk dat ze gaan feesten. Maar ja, ik doe toch een beroep op ze. Laten we denken aan volksgezondheid. Feesten kunnen we altijd. De politie heeft aangekondigd veel strenger te zullen optreden en niet te zullen schromen om vergunningen in te trekken en boetes op te leggen.